Het is vandaag niet zo heel mooi weer, maar ik ben wel onderweg naar een heel mooi bewonersinitiatief in de wijk Het Centrum. We staan hier in Schipperspad en achter het Venijdier, dat is een hele karakteristieke buurt. En karakteristiek, zoals je ziet, heeft men hier niet heel veel voortuintjes. En dit soort initiatieven waarbij het gemeentegroen door bewoners wordt geadopteerd, ja, dat juichen wij enorm toe als gemeente. En als wijkmanager heb ik er ook veel contact ook met mensen en faciliteren we ze daar waar nodig is. Vanaf hier kan je heel goed zien wat het bewonersinitiatief is en wat het, kijk, hierachter zie je het groen wat bijgehouden wordt. Aha. En kijk, met de buurtbewoner. Ja. Maar dan zie je dus ook wat groen doet met de leefomgeving. En, u bent de meest fanatieke man die het allemaal bijhoudt, hè? Ja. Zeker, zeker. Omdat ik er ook recht tegenaan kijk. Het is ontstaan toen het hier een kinderspeelplaatsje was. Toen kregen we heel veel last van hangjongeren. En op een gegeven moment zijn de bankjes toen weggehaald, alles is weggehaald. Dat is een troosteloze stenen massa. En toen vroegen we erom van, kan er niet wat mee gebeuren? Toen is het een plantsoen geworden. Nou ja, het is zo dus dat wij samen met de gemeente ook dus de gelofte hebben gedaan dat we het ook zelf zo goed mogelijk bijhouden. Dat we dat ook wel graag willen doen, zolang dat het dus mogelijk is. Hè? Want we zijn natuurlijk niet meer een van de jongsten. Maar zolang dat het kan, doen we dat met plezier en we hebben er zelf ook heel veel plezier van. Dit bewonersinitiatief is dus eigenlijk ontstaan doordat de buurt heel veel last had van hangjongeren. En bewoners zijn zelf met een plan gekomen en wilden tegelijkertijd ook iets doen aan het vergroenen van hun leefomgeving. En ik denk dat dat heel erg goed gelukt is. En zo zie je dat je met elkaar samen ongelooflijk veel kan bereiken.